andere clubs in de Benelink moesten dinsdag spelen. De voetbalsters van Telstar Vrouwen niet. Die konden lekker met de beentjes omhoog op de bank zitten. Helemaal niet erg, vond verdedigster Priscilla Mesker. Nou, op zich is dinsdag niet echt een hele lekkere avond ook. En nu is eigenlijk iedereen heeft gespeeld en wij zijn vrij. Dus daarin hebben wij meer rust gehad dan de anderen. Dus dat is een voordeel voor ons vrijdag. Hoe zit het met jullie ritme dan? Nou ja, dit is een normaal ritme. Van vrijdag tot vrijdag spelen. Een wedstrijd deel op dinsdag tussendoor is niet een normaal ritme. Hoe heeft de spelersgroep die andere drukke weken opgevangen? Nou, ik denk wel redelijk goed. Sommigen hebben misschien wel wat pijntjes overgehouden. Maar ik denk nu dat iedereen gewoon weer fit is. De laatste wedstrijd, die wil je eigenlijk liever meteen vergeten, hè? Want het ging niet heel goed. Nee, het liefst willen we die vergeten. Ja, nou, sowieso als je niet wint, wil je die het liefst vergeten. Maar ik denk, ja, het was een fysiek sterke wedstrijd. En ja, zij zijn er gewoon met 3-0 vanaf gekomen. En hoe waren jullie? Ik denk dat wij, ja, merendeels vond ik dat we voetballend zelf wel beter waren. Alleen, standaard is eigenlijk gewoon, zoals altijd, ze beuken erin. En lange halen vaak wel. Nou, en dat deed ons wel de das om. Nu wacht AA Gent. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, zeker. Nee, we staan nu 2 punten achter eigenlijk op, of tenminste niet 2 punten, we hebben 2 wedstrijden minder gespeeld. En daardoor kunnen wij gelijk naar de 4e plek eindigen als we die 2 inhaalwedstrijden 6 punten halen. Dan komen we op de 4e plek. Hoe zijn jullie ervoor als team? Als team staan we er goed voor. Want? Nou ja, iedereen is fit en we willen gewoon naar de 4e plek gaan. We willen de 6 punten naar binnen slepen. Jullie hebben al een keer gespeeld tegen Agent, 1-0 gewonnen. Wat weet je nog van die wedstrijd? Nou, eerlijk gezegd weet ik er niet veel meer vanaf. Nee, we hebben 1-0 gewonnen en Kirsten Koopmans had gescoord, hoorde ik net uit een betrouwbare bron, maar verder weet ik het ook niet. Wat is dat voor tegenstander? Ja, net als een Belgische ploeg gewoon. Het is gewoon 2 spitsen als ik het goed heb. En een Gent die gewoon ook gewoon blijft knokken voor de laatste punten en de laatste minuten gewoon om nog de punten binnen te slepen. Dus het wordt volle bak. Wat verwacht je van zo'n wedstrijd? Verwacht ik? Ja, ik denk gewoon dat wij wij moeten het voetballend gewoon gaan doen. Dus eigenlijk moeten wij het spel gaan maken. En daardoor moeten wij tot punten komen. En ik hoop dat wij de 3 punten mee, tenminste hier blijft. En dan Cyprus Cup en La Manca, mag je toch weer even stilzetten? Nou ja, dat is nou niet het ritme. Daar gaat het ritme. Nee, ja, natuurlijk voor Nederland zelf heel leuk dat ze weer weggaan. Maar onze competitie ligt wel weer stil. En net waar je het net over had, dat het, je moet ritme houden. Ja, dat heb je nu weer niet. En gelukkig spelen wij dan wel oefenwedstrijden tussendoor, dat je toch wedstrijdritme houdt. Maar het liefst speel je gewoon elke vrijdag een wedstrijd. Blijf in ieder geval nog even bezig, toch? Ja, dat wel.